Het lijkt een beeld zo weggelopen uit Engeland. Maar ook in Nederland en zelfs in onze eigen gemeente worden er jachten gereden. De jacht op de vos is inmiddels overal verboden en de vos is vervangen door een kunstmatige prooi, de zogenaamde slip. De slipjacht is een mooi samenspel tussen mens en dier, waarin de jachthonden een belangrijke rol spelen. U ziet hier de honden van de Midland Hunt aan het werk. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar is natuurlijk training voor nodig. In onze gemeente ligt het landgoed de Meerwijkse Hoeve, waar Dick van Haren, samen met Leontien zijn vrouw en enkele vrijwilligers voor de trainingen van de jachthonden zorgen. En de eerste oefeningen beginnen eigenlijk al met pups van 9 weken oud. De pups die gaan met 7 à 9 weken van de moeder af. Zodra ze van de moeder af zijn, dan beginnen we eigenlijk al met trainen. We gaan dan met de pups wandelen in de bij. En proberen de hondjes een beetje te socialiseren met de huishonden erbij. Zodat ze ook andere honden zien als alleen hun eigen ras. Zodra ze in de bij komen, begin ik eigenlijk al met de commando's. Dus dat ze moeten komen. En zodra ze komen, beloon ik ze met een stukje pens of met een brokje. En dat is eigenlijk het belangrijkste van het trainen. Dat ze mij als leider zien, wat ze in hun verdere leven eigenlijk ook nodig hebben. Want ze moeten eigenlijk alleen naar mij luisteren. De bloedhond of de Sint-Hubertushond. Wij zijn begonnen met dit ras omdat dit ras een heel sterk reukvermogen heeft. Een bloedhond die kan beter ruiken als een andere hond. En vandaar dat we toen, mijn schoonvader althans, met dit ras is begonnen. Op een gegeven moment gaan we met de pups het bos in. Om ze te leren andere luchtjes, andere omgeving, een beetje over de bomen heen te springen. De huishonden gaan ook mee. En die trekken de puppies eigenlijk een beetje mee uit hun verlegenheid. En om ze iets meer de omgeving te laten ontdekken en dat ze wat brutaler worden. Het is meestal zo dat we, nadat we met de grote meute geëxerciseerd hebben, dan komt de tweede groep, dat zijn de reuien en de jonge honden. En dan gaan we de jonge honden ook een beetje weer laten wennen aan de paarden. Dick die gaat dan te voet om ze het vertrouwen te geven dat het allemaal goed is en dat het allemaal goed komt. En dat ze dan voor het eerst geïntroduceerd worden met 1 paard, 2 paarden, 3 paarden. Zodat dat normaal wordt en dat ze daar ook niet meer op reageren. Dat dat ook weer gewoon is voor ze. Alle honden die hebben namen. En in principe luisteren ze daar ook naar. Op het moment dat ze in de meute komen, dat ze hun naam kennen. Dat als ze iets doen wat niet mag en wij ze terugroepen, dat ze ook weten... Hé, ze bedoelen mij. Kom maar. We fokken 1 à 2 nesten per jaar. En dat is eigenlijk voor onszelf als nieuwe aanwas voor de meute. De pups die houden we zelf. Een aantal ruilen we uit of die schenken we aan zusterjachtverenigingen. Met name hebben we een vereniging in Duitsland die ook met bloedhonden jaagt. En daar hebben we ook een soort uitruil voor dat we de bloedlijnen een beetje zuiver houden en intilt gaan voorkomen. We oefenen ook met de honden om ze zeg maar, over de hindernissen te laten springen. Dat als we gaan jagen en er onderweg obstakels tegenkomen, dat ze daar goed overheen komen. En dat doen we eigenlijk met brokjes. Ze staan aan de ene kant, Dick roept ze. Ze springen eroverheen, krijgen een brokje. Brave hond, heel goed gedaan. En zo gaan we dat steeds opbouwen. En hetzelfde ook met het water. De koudwatervrees een beetje weghalen door ze in het water te sturen, brokjes in het water te gooien. En dat het gewoon een spelletje is. Het moet allemaal voor die honden leuk zijn. Het moet een spelletje zijn. Ja.
Het zijn meestal, noemen wij, de Ieren. De paarden uit Ierland. Die zijn speciaal eigenlijk wel gefokt voor de jacht. Dat zijn sterke, koele paarden. En met koel bedoel ik dat ze heel rustig zijn. Zijn niet gauw overstuur. Kijken nergens van op. Die vinden alles prima. We hebben ook wel KPN-paarden die ook zo koel zijn. Maar meestal zijn de KWPN'ers wat heter. En wat minder geschikt voor ons om met de honden te werken. Nadat we met de honden geoefend hebben met de reuën en de kennis maken met de paarden, dan gaan we weer een stapje verder. Dan gaan we één hondje of twee hondjes bij de reuën weghalen, die komen in de meute. Die moeten dan leren om tussen vier paarden in te lopen. Dit oefenen we eigenlijk ook heel rustig in de zomer, in stap. Hondje erbij, braaf, braaf hondje, snoepje, snoepje. Dat hij het leuk vindt, dat hij denkt, oh, ik mag in de grote meute meelopen. Wat is dit leuk? Je kunt ook zien dat we heel veel de honden vrij laten. Dus dat ze onder appel hebben. Dan zegt ik go. En dan zie je ze alle kanten opstuiven. Dan hebben ze een speelkwartiertje. Dat ze even uit kunnen razen. En het is zo, hoe meer vrijheid je de hond geeft, hoe beter hij gaat luisteren. Dus op het moment dat Dick de horen, de pekhoorn blaast, kun je ook zien dat alle honden weer terugkomen in pek tussen de vier paarden in. Waar ze ook weer beloond worden dat ze zo braaf zijn dat ze terugkomen. Weer met snoepjes. En het gaat eigenlijk alleen maar met snoepjes en met de stem. Om de honden zo vertrouwd mogelijk te maken met de meute. We hebben de hele zomer getraind. En dan gaan we dus op jacht. Dus dat is altijd wel een beetje spanning. De honden, de jonge honden moet ik eigenlijk zeggen, die hebben nog nooit op de vrachtwagen gezeten, opgelopen, ingezeten. De oude groep natuurlijk wel, die weten precies wat er aan de hand is. En die hebben zoiets van, ja, we gaan op schoolreisje. Zo zien ze het echt. Ook ligt dan weer in de veewagen, zoals altijd, weer de brokjes, weer de snoepjes. Van jongens, het is leuk wat we gaan doen. Op het moment dat de honden van de veewagen afkomen, moeten ze onder appel worden voorgesteld aan de master van we presenteren u de meute. Dan gaan we naar de stappen of hekken, we noemen we dat, naar de eerste run. Op of rond 3 november, de naamdag van de heilige Hubertus, wordt de Sint-Hubertus slipjacht gehouden. Dan is het traditie dat de paarden en honden gezegend worden. Daarna begint de eerste officiële slipjacht. En dat is dan ook tevens de opening van het jachtseizoen.
na 6-7 kilometer is er einde eerste run. Hebben ze de vos, de sliptrekker, ingehaald of gevangen. Nou, dan krijg je weer wat brokjes. En dan gaat de sliptrekker weer naar de tweede run. En dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. De honden worden op het spoor gezet, op de pensgeur gezet. Daarna halen we hem weer, hebben we weer gevangen. De derde run, precies hetzelfde weer. Geurspoor, honden erop. En dan is het einde van de jacht. En dan hebben ze de vos echt gevangen. De sliptrekker. En dan krijgen ze hun beloning waar ze eigenlijk de hele middag achteraan gelopen hebben. De pens, dat is dus de kill. En achter die lucht hebben ze de hele middag achteraan gerend. En dan hebben ze hem voor hun gevoel ook echt gevangen. Hey!